NOS Journaal. Goedemorgen. Bij de verkiezingen van 15 mei zullen waarschijnlijk meer mensen gaan stemmen dan de vorige keer in 1998. Mensen die anders niet zouden zijn gaan stemmen worden dit jaar aangetrokken door onder andere de opkomst van Pim Fortuyn. Dit meldt het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, dat onderzoek deed naar niet-stemmers. Het onderzoek naar de thuisblijvers was eigenlijk vorig jaar al afgerond, maar deze maand werden de geïnterviewden toch nog even ondervraagd over de opkomst van Fortuyn. Een deel van hen wil door de recente politieke ontwikkelingen toch nog gaan stemmen. Of dat nu voor of juist tegen Fortuyn is. Verder constateerde het SCP dat zo'n 40% van de niet-stemmers wel geïnteresseerd is in politieke problemen, maar toch thuisblijft omdat ze de politiek zelf saai vinden. Ook de politieke affaires zijn voor sommige mensen een reden om niet te stemmen. In Israël is de commandant van de Al-Aqsa-martelarenbrigade omgekomen bij een raketaanval van het Israëlische leger. Israël had eerder bij de Palestijnse autoriteit de uitlevering geëist van Marwan Zaloum. Hij werd verdacht van meerdere bomaanslagen in Israël. De auto waar Zaloum in zat werd door een Israëlische helikopter bestookt. Zaloum en zijn bodyguard kwamen daarbij om het leven. Israël heeft toegegeven dat ze erop uit was om Zaloum te doden. In Bethlehem werd opnieuw over en weer geschoten door Israëli's en Palestijnen. De Palestijnen zitten nu al 3 weken verschanst in de geboortekerk. Arafat heeft gisteren met de Amerikaanse gezant Burns gesproken over een mogelijk einde aan het beleg. In veel Franse steden zijn gisteravond protesten gehouden tegen de uitkomst van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De extreemrechtse Jean-Marie Le Pen en niet-premier Jospin gaat door naar de tweede ronde. Zeker 100.000 mensen zijn de straat op gegaan. In Parijs, op de Place de la Bastille, kwam het tot relletjes met de oproerpolitie. Flessen, molotovcocktails en traangasgranaten vlogen over en weer. De problemen begonnen pas na de demonstratie, die rustig verliep. Ook in Marseille en Nice gingen mensen de straat op. Paus Johannes Paulus II ontvangt vandaag de Amerikaanse kardinalen in Vaticaanstad. Aanleiding de vele onthullingen van seksueel misbruik door priesters afgelopen weken. Daardoor is het imago van de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten ernstig geschaad. De kardinalen zijn ontboden om met de paus naar een oplossing te zoeken. Een van hen is Bernard Law, de aartsbisschop van Boston. Hij heeft priesters die seksuele handelingen pleegden met minderjarigen niet gestraft. Hij plaatste ze zelfs over naar andere parochies. Deze verbloemingstactiek kan Law nu de kop kosten, al denkt hij daar zelf anders over. No, I think that we have made the changes that need to be made. I think the policy in Boston is exactly what it should be. And I hope that our experience will be able to be of help to others. Maar hij is niet de enige kardinaal die onder vuur ligt. In de Verenigde Staten hebben tientallen priesters afstand moeten doen van hun ambt. I think that American Catholics are rightfully disturbed, but I don't believe our people have lost their faith. This obviously began with a number of decades ago. And perhaps the present moment is a result of cases from the past that were not properly handled that are now coming to the fore. Het onderhoud met de paus duurt 2 dagen. Tientallen Feyenoord-supporters hebben afgelopen nacht in de buitenlucht doorgebracht om een kaartje te bemachtigen voor de UEFA Cup finale tegen Borussia Dortmund. Vandaag start de kaartverkoop. Aanhangers van Feyenoord installeerden zich op de stoep bij de verkoopadressen. Zoals hier bij een sigarenboer in Steenbergen. Nog voor de verkoop officieel is begonnen, is de gekte om aan een kaartje te komen dus al losgebarsten. Toen ik bij mijn werk kwam, zag ik al dat overal bij die tickboxen in Vlaardingen veel te druk was. Ik denk, nou, dan ga ik naar dit dorpje even kijken en toevallig zaten er 3 man. Er zijn maar 800 nog wat ticketboxen. En er zijn maar iets van 19.000 kaarten over, dus ja, dan moet je snel zijn. De UEFA Cup finale Feyenoord-Borussia Dortmund wordt op woensdag 8 mei gespeeld. Dan het weer nog wolkenvelden, maar vooral in de middag ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het om 12 uur, dan is er weer een journaal. Nog een prettige dag. We'll be right back.
gezond met Nederland in beweging. Na de reclame op Nederland 1.